Dit is het college Veranderkundige Interventies. Als je in je organisatie in je school aan de slag bent met een verandering, is het handig om na te denken over welke interventies je zou kunnen inzetten. In dit college zal ik wat vertellen over mogelijke interventiestrategieën. Ik zal een aantal voorbeelden geven en ik zal ingaan ook op wanneer welke interventie nou handig is. Ik maak daarbij gebruik van het onderscheid wat Boonstra heeft gemaakt toen hij onderzoek deed bij een heleboel verschillende organisaties, niet alleen onderwijsinstellingen, naar de manier waarop leidinggevenden leiding geven aan verandering door bepaalde interventies in te zetten. Voor degenen die bekend zijn met de kleurentheorie van Kaluwe en Vermaak, die zullen het nodig herkennen in ook de aanpak van Boonstra, alleen gebruikt hij andere woorden ervoor. Boonstra heeft het over een aantal verschillende interventies. Hij begint met de interventies die het meest makkelijk in te voeren zijn, structurele en instrumentele interventies. Dat zijn interventies die door de meeste leidinggevenden wel gepleegd worden. Je moet daar denken aan voorbeelden van het verplicht stellen van professionalisering, het regelen van het inschrijven in een lerarenregister, het monitoren van resultaten of het invoeren van een beoordelingssysteem. Allemaal interventies die je aan de voorkant redelijk goed kunt uitdenken, die je redelijk makkelijk kunt invoeren, kunt uitrollen en dan vervolgens weer verder gaan met andere zaken. Wat je ziet bij de voorbeelden die ik noemde, dat er vaak ook een ander perspectief, een andere interventiestrategie tegelijkertijd om de hoek komt kijken, namelijk die van macht. Als schoolleider heb jij enorm veel invloed, heb je heel erg veel macht. Dat betekent dat veel van de interventies die jij pleegt, al dan niet bewust vanuit een machtsstrategie ingezet worden. Het voorbeeld van verplichten van professionalisering, wat ik net noemde, is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Dat is niet erg als je daar maar van bewust bent dat je dus die macht inzet en wat het effect daarvan kan zijn op je collega's. Op het moment dat zij het gevoel hebben dat jij je macht misbruikt, zullen zij de hakken in het zand zetten. Dan bereik je dus niet wat je wilt bereiken. Het is dan ook handig om niet alleen gebruik te maken van instrumentele structurele interventies, maar ook van macht. Maar ook gebruik te maken van een aantal andere interventies die vanuit een heel ander perspectief ingezet gaan worden. En dan gaat het bijvoorbeeld over interventies die betekenisvol voor medewerkers zijn. En waarbij het nadruk leggen op vanuit betekenisvol werken ook essentieel is. Een duidelijk verschil is in de gesprekken aandacht te besteden of in de interventies aandacht te besteden ook aan de onderliggende normen, waarden en opvattingen. Dan raak je aan de betekenis. Dan kunnen mensen er ook betekenis aan geven. Een voorbeeld daarvan is dat je mensen laat nadenken over wat verstaan wij onder goed onderwijs. Waarom vinden wij dit een voorbeeld van een goede les? Dan ben je bezig om met vanuit een betekenisvolle interventie de zaken te veranderen, aan te pakken. Een andere vorm van interventie is het nadenken vanuit leerinterventies. In het onderwijs is dat essentieel, niet alleen als het gaat om het leren van de leerlingen, maar ook om het leren van de leraren. Je kunt daarbij gebruik maken van de clusters van leeractiviteiten waarvan we weten dat ze helpen bij het leren van leraren. Dan gaat het om het up-to-date blijven, bijvoorbeeld het tot je nemen van nieuwe kennis. Dat kan zijn door naar een documentaire te kijken, naar een film te kijken, een college online te bekijken. Het kan zijn door een boek te lezen, het kan zijn door bij elkaar in de klas te gaan kijken of bijvoorbeeld door een conferentiebezoek. Als zodanig zijn dat allemaal structurele en instrumentele interventies. Maar als je dat doet vanuit het perspectief van leren, wordt het tegelijkertijd ook een leerinterventie. Een ander voorbeeld van een leeractiviteit die je als leerinterventie goed kunt gebruiken, is experimenteren. Laat proeftuintjes ontstaan als ze er niet al automatisch zijn of aan te meer mensen om ze te gaan ontwikkelen. Een ander voorbeeld van een leerinterventie is samen te reflecteren en elkaar feedback te geven of om feedback te vragen. Dat is iets wat je moet organiseren, wat je moet regelen. Daarmee komt er weer een structurele instrumentele interventie om de hoek kijken. En soms moet je mensen ook even over de streep trekken en elkaar min of meer dwingen om dat te gaan doen. Dan komt er weer een machtsinterventie bij. Een andere leerinterventie die je krachtig kunt gebruiken is de interventie van samenwerken. Als mensen gaan samenwerken kunnen ze op heel veel verschillende manieren met en van elkaar leren. En betekenis geven aan de manier waarop ze samen onderwijs geven. Waarmee de leerinterventie tegelijkertijd weer gekoppeld is aan een betekenisvolle interventie. Een ander onderscheid wat Boonstra maakt zijn interactieve interventies. Een heleboel van de interventies die gaan over vanuit samenwerking ingezet worden als leerinterventie, doen ook iets met de interactie tussen mensen. Dat betekent dat het geven van een interactieve interventie vaak gepaard gaat met het doen van een leerinterventie. Dit zijn allemaal interventies die dichtbij mensen kunnen komen.
Dan gaat het om interactieve interventies, betekenisvolle interventies en leerinterventies. De kracht van die interventies zit erin dat je voorbij het instrumentele komt. Voorbij datgene wat je makkelijk kunt zien of voorbij datgene waarbij how-to-do-it vragen centraal staan. Dat zijn prima interventies, maar die zijn te beperkt omdat ze vooral instrumenteel ingezet worden. Die interventies worden krachtiger, zeker die leerinterventies, de interactieve en de betekenisvolle interventies, op het moment dat je ook de lagen eronder mee gaat nemen. Op het moment dat je ook met elkaar het gaat hebben over welke normen, waarden en opvattingen zitten hieronder, dan wordt er op een andere manier vormgegeven aan de interventie of aan de verandering die je wilt. Dan raakt het veel meer de mensen waarom wie het om gaat. Dus als je wilt dat mensen ook echt zich hard gaan maken voor de verandering en niet alleen maar de verandering cosmetisch invoeren, maar ook echt hem doorleefd hebben, dan helpt het om interactieve, betekenisvolle en leerinterventies in te zetten. Dat betekent dus ook dat je aan de voorkant heel goed moet nadenken over welke interventies je wanneer zou kunnen inzetten. Dat wordt voor een deel ingekleurd door de organisatiefase waarin je zit. Als jouw organisatie in een fase zit waarin de basisresultaten niet op orde zijn, dan zul je niet anders kunnen dan redelijk directief daarop ingrijpen. Dat betekent dat je dus wat meer machtsinterventies zult gaan plegen. Dat betekent ook dat je de basis op orde wil krijgen en dat je wilt dat leraren de how-to-do-it vaardigheden goed in de vingers krijgen. Dat betekent dat je vooral inzet op structurele instrumentele interventies en meer op machtsinterventies. Er is prachtig onderzoek gedaan door Barber en Morchette. Die hebben gekeken naar hoe succesvolle schoolsystemen mondiaal opereren. Daarin bleek dat als je dat op een grote hoop gooit, alle schoolsystemen vergelijkbare interventies plegen. Schoolsystemen die de basis op orde willen krijgen, die hanteren interventies die uitgaan van de structurele instrumentele benadering en die uitgaan van machtsinterventies. Ik denk dat datzelfde op schoolniveau speelt. Dat onderzoek van Barber en Morchette laat ook zien dat schoolsystemen die wat verder zijn, en vergeef de Amerikaanse termen, dan hebben ze het over scholen die van good naar excellent gaan. Dat zijn schoolsystemen waar leerlingen meer leren dan de basisvaardigheden, waarin leerlingen heel erg getriggerd worden ook op het ontwikkelen van meer hoge cognitieve vaardigheden en 21ste eeuwse vaardigheden. Schoolsystemen die dat voor elkaar hebben gekregen, hebben dat gedaan door ook in te zetten op ander type interventies. En dan gaat het om betekenisvolle interventies, interactieve interventies en leerinterventies. Als jouw schoolorganisatie zich beweegt richting een organisatie die die kant op gaat, waarin heel veel aandacht is in een ruim zin voor het leren van kinderen op alle niveaus, dan helpt het om leerinterventies, betekenisvolle en interactieve interventies in te zetten. Met andere woorden, de fase van schoolontwikkeling is ook mede bepalend voor het type interventie wat je inzet. Daarnaast is het handig om te kijken wat interventies zijn die in jouw repertoire zitten. Iedereen heeft bepaalde voorkeuren. Mijn voorkeuren zitten bijvoorbeeld heel erg op het inzetten van leerinterventies en betekenisvolle interventies. Ik ben minder handig in het inzetten van structurele interventies of machtsinterventies. Maar die heb je wel nodig. Dus het is ook handig om als schoolleider te weten waar je voorkeur zit, waar je sterke kanten zitten en hoe je de andere interventies die jij minder in je repertoire hebt, toch zou kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van collega's die daar wel handig in zijn. Samenvattend, maak een goed cluster van interventies die handig zijn om jouw verandering te realiseren. Denk goed na wat het effect van jouw interventie moet zijn en sluit de interventie daarop aan. En laat het aanhaken bij de fase van schoolontwikkeling waarin jouw school zich bevindt. Vind je het leuk om hier meer over te lezen? Dan kan je de volgende boeken raadplegen.